Oh nee! Oh, dit is echt heel erg! Nee, 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 nee! Wat ik ook een beetje spannend vind. Hard. Hoi allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. En in deze vlog ga ik weer super leuke dingen doen. Ik ga in deze vlog onder andere een buitenrit maken met Uraya. En als jij al wat langer naar mijn video's kijkt, dan weet je dat ik op zich wel vaker buitenritjes doe met Uraya. Maar die zijn in de polder. En in deze video ga ik eindelijk weer eens met Uraya naar de duinen en naar het bos. De laatste keer dat ik dat samen met Uraya heb gedaan is iets van 2 jaar geleden. En Uraya vindt het altijd super leuk om naar de duinen te gaan en naar het bos. En ja, ik natuurlijk ook. En wat we verder in deze vlog nog gaan doen, ja, we kunnen niet zo heel veel, want we zitten in een lockdown. Ik had mega veel video-ideeën. Alleen bijna al die video-ideeën, die kunnen nu niet meer vanwege de lockdown. Maar goed, ondanks de lockdown hou ik nog super veel leuke video-ideeën voor jullie over. En één daarvan gaan we ook vandaag doen. Ta-ta-ta-ta. Ik ga het eventjes pakken. Het staat hier. Kijk, ik weet niet of jullie dit nog kennen uit mijn vorige vlog. Nou, dit is dus inderdaad een ei. En als je dit ei in het water doet, dan komt er na een paar dagen een paard uit. En ik ben super benieuwd hoe dat eruit gaat zien en wat we precies gaan verwachten. Kijk, hier staat het ook op het doosje. Je moet het ei in het water doen. Dan komt er na 24 uur het hoofd van het paard uit. En dan na 48 uur, dan komt er ineens een heel stijgerend paard uit het doosje. Oké, ik heb het glaasje water. En hierin gaat ons mysterieuze paard tot leven komen. Tadaa! Wauw, daar is die hoor. Zo. Oh nee, zit er nou al een gat in ons ei? Oh, dit is echt heel erg. Oh nee, ik hoop dat het nou nog wel lukt. Kijk, dit is hoe ons ei eruit ziet. En nou, het ziet eruit als een normaal ei. Maar kijk wat hier zit. Er zit hier ook barst in. Is hij een keertje gebroken of gevallen? Oh, ik hoop dat het nou nog wel goed gaat. Ta-ta-ta-ta. Daar is het glaasje water. We gaan hem erin doen hoor. Oh, ik ben echt heel benieuwd. 3, 2, 1. Yay! Ik had het heel spectaculair van. Oh kijk, nou zakt hij naar de bodem. Zagen jullie dat? Oh, hij gaat onder water. Is dat wel de bedoeling eigenlijk? Ja, dat ei gaat niet terugpraten. Ik weet niet of dit de bedoeling was. Ik heb hem gewoon helemaal in het water gezet. Maar goed, ergens deze dagen gaat het paard dus uit het ei komen en wordt hij geboren. Dus ik neem jullie gedurende deze vlog gewoon helemaal mee. We gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd. We laten hem chillen en dan zie ik jullie over een paar dagen weer terug. Goedemorgen allemaal. Het is echt een prachtig zonnetje vandaag en zo lekker weer. Daar is dat ook lekker te genieten in het zonnetje. Vandaag gaan we een buitenritje maken in de polder. Niet zo'n heel erg groot buitenritje, maar de bak is bevroren, dus ik kan niet rijden. En wat we ook gaan doen, als er nog tijd voor is, is horse agility. Want ik heb namelijk weer een nieuw obstakel. Dus die wil ik gaan uitproberen. Maar ik wil jullie eerst wat grappigs laten zien. Want ik heb deze poetshandschoen gekregen. Alleen, ja, hij is natuurlijk voor Uraya bedoeld. Maar Uraya vindt hem niet zo leuk. Kijk, je zou denken dat je een paard er plezier mee doet als je met zo'n zacht ding gaat aaien. Maar kijk. Oh, nu vindt hij het ineens wel goed. Hij werd net echt helemaal boos. En daar had ik ook een Instagram filmpje van gemaakt. Maar hij vond het niet zo leuk. Oh, nu vindt hij het wel goed. Oké. Nou jongens, wat ik zei is toch niet waar. Uraya vindt hem toch leuker dan ik had gedacht. Maar net deed hij gewoon even heel boos. Ik heb een hele mooie poetshandschoen. Maar ja, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Uraya vindt hem niet zo leuk. Nou, hij is toch niet gemeen. Kijk, zal ik maar gewoon met mijn hand doen dan? Ja, kijk, dat is wel goed. Oh, niet zo boos. Nou, off we go. We zijn er helemaal klaar voor. Uraya is helemaal opgezadeld. We zijn team rood. Ik ga niet al te veel filmen van deze buitenrit. Omdat ik zaterdag ook op buitenrit ga. En die is veel cooler. Dus vandaag laat ik niet te veel zien. Maar ja, wel een beetje. Maar we hebben er zin in. Uraya die kan in ieder geval niet stilstaan. Die wil al weg. Kijk, in het bord kunnen we al zelf zien. Hey! Leuk! Oké, jongens, ik moet wat grappigs filmen. Kijk, we gaan dus altijd samen met mijn moeder een buitenrit maken. En Uraya die volgt mijn moeder ook echt. Dus als mijn moeder niet harder gaat fietsen, gaat Uraya uit zichzelf draven omdat hij erbij wil blijven. Kijk, ik heb gewoon mijn teugels wat losser. Kijk, hij gaat echt met je mee. Joehoe! Maar nog één keer, want dan zien de kijkers dat het ook echt zo is. Ik doe niks. Ja, mijn moeder gaat gewoon wegfietsen. Ja, oké, probeer maar. Ik doe niks. Ja? Ja, daar komt hij. Hoep, glij uit. Ja! Goed zo! Jee, we zijn weer... Oh, we zijn weer terug en Uraya gaat mij slopen. Ja, dat was wel leuk hè, Ur? Ja, het was een leuk buitenritje, lekker gedraafd en heerlijk weer. Gelukkig maar, na al die regen mag dat wel eens een keer. Ja, ga je gapen, doe het. Ja! Ja! Ja!
Nee, nee. Net niet. Ga je toch niet gapen? Ik wil het zo graag een keer op de vlog hebben. Oké, we gaan verder met het volgende gedeelte. En dat is horse agility. En ik weet niet of jullie al mijn vlogs kijken. Ik hoop het wel. Dat zou leuk zijn. Maar in een van mijn vorige vlogs had ik deze gekregen. En dat is een zeil. En daar kan ik dan, ja, kan ik dat neerleggen. En kan ik er met Uriah overheen gaan wandelen. En op zich kent Uriah dat trucje al. Maar deze is natuurlijk nieuw. En een ander kleurtje. En helemaal glimmend. En ja, nieuw. Ik ga hem dan neerleggen. En ik doe er twee balken overheen. Zodat het zeil niet wegwaait. En dan gaan we testen. Dit is een mooi en pijnlijk moment tegelijk. Het zeil ligt en hij is nog helemaal schoon en mooi. Maar dat is gelijk de eerste en laatste keer. Oh jee. Ja? Oh. Nou, dat ging makkelijk. Ja. Oh, voetje. Oh. Nee, nee, nee. Laat staan. Laat staan. Laat staan. Dat mag niet zomaar. Ja, dan heb ik het goed gedaan. Oh, ik dacht dat je het aan mij vroeg. Oh, ja. Nou ja, ook aan jou. Tadaa, we gaan Uriah's deken. Ah, dat was mijn vinger. Hij beet vol op mijn vinger. Ja, dat is het dekentje inderdaad. Mijn moeder gaat de deken opdoen. Dat wordt nog wat. Maar wij willen nog wat vertellen over de... Nou, zeg mijn moeder. Wij willen nog wat vertellen over de paardrijlaarsjes die wij dragen. Nou ja, oh, Uriah gaat meedoen volgens mij. Ja, kijk, dat is niet de bedoeling. Nee, maar mijn moeder en ik hebben laarsjes. En die zijn van H&M. En H&M kennen jullie vast wel uit mijn vorige video's. Kijk, mijn moeder heeft ze ook. Oh, die loopt nog net achter Uriah. En ik heb ze ook. En dit zijn waterdichte Uggs. Nou ja, het zijn niet echt Uggs, maar ze lijken op van die Uggs. Van die schoenen die je in dagelijkse leven draagt. En met deze laarzen kan je gewoon door de modder banjeren en door het water. Het is echt zo bizar. En ze zijn waterdicht. En deze heb ik al meer dan 2 jaar. En mijn moeder heeft ze nu dus sinds kort. Tadaa! Ik kan gewoon helemaal door het water. Nou ja, hier ligt ook ijs. En dan krijg je gewoon geen natte voeten. Het is echt geweldig. Dus H&M is echt geweldig dat ze deze uitvinding hebben gemaakt met deze laarsjes. Want ik heb nog nooit waterdichte schoenen gehad die zo waterdicht zijn als deze. En lukt het, mam? Het laatste niet. Oh, het laatste onderdeel lukt niet. Dan zal ik even helpen. Hallo allemaal, ik ben nu bij Bunny. En in de vlog kan Bunny natuurlijk niet ontbreken. Dus ik ga jullie vandaag een trucje laten zien. Oh, volgens mij komt Bunny al uit zijn kooi. Nee, hij blijft toch zitten. Kijk, daar is hij. Hij ging ineens bewegen. Maar ik ga jullie vandaag een trucje laten zien dat Bunny kan. En dat heeft allemaal te maken met die tunnel die daar zo staat. Dus ja, laten we gaan beginnen. Hey Bunny, hoe is het met je leven? Ben je nog steeds een blij konijn? Oh, hij is lekker aan het eten. Lekker stro en ooi. Oh, ik zag je tongetje. Kijk, ik heb hier de tunnel. Die hebben we ooit bij de Action gekocht volgens mij. En die is voor katten bedoeld. Maar hij is ook super leuk voor konijnen. Kijk, Bunny weet al wat er gaat gebeuren. Hij staat al in het startschot. Door de tunnel, Bunny. Door de tunnel. Door de tunnel. Nee, dat is langs de tunnel. Oh, Bunny. Nee, nee, nee. Oké, okay, doe het nog een keertje. Tunnel. Nee, 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 nee. Nee, Bunny, door de tunnel. Kom, je kan het zo goed. Nee, Bunny, tunnel. Kom maar. Ja! Ja, goed gedaan. Anders is het ook een beetje gek, hè, Bun? Dan zeg ik tegen iedereen van kijk hoe goed je door de tunnel... Oh, nee, Bunny, dan word je heel dik. Kijk hoe goed je door de tunnel kan en dan ga je vervolgens niet door de tunnel. Oké, doei. Ja, goed zo. Oké, we gaan het nog een keer doen. En nu ga ik alvast een beloning midden in de tunnel leggen. Ik ben heel benieuwd of Bunny dat dan gaat zien. Door de tunnel. Ja, je bent er bijna. Kom maar. Kom, Bunny. Nee, dat is weer langs de tunnel. Kom maar. Ja, kom maar. Ja. Oh, hij heeft een snoepje niet gevonden. Die zeg maar midden in de tunnel zat. Oh, doei. Oh, wat ben je schattig. Er zit nog een snoepje in de tunnel, Bim. Moet je maar goed zoeken. Als je teruggaat door de tunnel, dan kom je hem tegen. Oh, nee. De snoepjes die ik Bunny trouwens geef, heten erwtenvlokken. En dat zijn gezonde snoepjes. Oeh, lekker. Oh, ja. Ik zou het heel leuk vinden om te weten welke huisdieren jullie hebben. Of jullie ook een konijn hebben of een kat of een hond. Dus laat zeker even in de reacties weten ja, wat voor huisdier jij hebt en hoe die heet. Ja, voor ons is het natuurlijk logisch. Wij hebben Bunny als huisdier en dat is ook ons enige huisdiertje hebben. Oh ja, en dit is zijn knuffeltje. Oh, kijk nou. 2 konijntjes naast elkaar. Je bent een lief konijntje, Bunny. Ah, je bent een heel lief en vooral ook dik konijntje.
Oké, hallo allemaal. We zijn nu iets meer dan 24 uur verder. En ik wil jullie graag een update geven van ons paard. Ons paard is geboren. Ta-ta-ta-ta. Zien jullie al wat blauws? Ja, dat is ons paardenkind. En hij is blauw. Maar de geboorte van ons veulen, klinkt echt heel raar, ging wel een beetje gek. Want er zat dus een barst in dat ei. En eigenlijk diezelfde avond al was het ei al uitgebroken. En kon ik al zien dat het een blauw paard was. Dus ons paard is veel te vroeg geboren. En dat heeft wel de nodige bijwerkingen met zich meegebracht. Want ons veulen is geen veulen, maar het is een eenhoorn. Kijk. Dit is ons veulen. En hij heeft dus inderdaad een hoorn als je daar goed kijkt. En kijk trouwens ook hoe dik die is. Het is echt heel erg. De onderste schaal van het ei, die is nog heel. Maar de bovenkant, ja, dat is helemaal een soort van verbrijzeld of zo. Je bent geboren, welkom in de wijde wereld. Vol met virussen en enge dingen. Wow, hij is echt heel dik. Ik vind hem wel heel schattig. Oh, kijk nou. Dit is toch schattig. Ik ben blij dat ik nog een ei heb. Dan ben ik heel benieuwd of er dan dezelfde in zit. Oh, dit is zo lief. Nou, hier heb ik het veulentje. Zo ziet hij er nu uit. Kun je een beetje zien hoe groot hij ongeveer is. Nou, ik laat hem eventjes lekker drogen op deze tissue hier zo. En dan ben ik over een paar dagen weer bij jullie terug. En ben ik heel benieuwd ja, wat het eindresultaat is. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En kijk hoe mooi het landschap achter mij is. Het is helemaal wit. Het is gewoon alsof we in een soort van sprookjesland zijn beland. Kijk hoe mooi. En dat komt wel goed uit, want vandaag gaan we echt iets superleuks doen. Iets wat ik al heel lang wil doen met Uraya. Wat ik ook een beetje spannend vind. Want ik heb het al best lang niet gedaan. En dat is namelijk naar de duinen met Uraya. En zoals jullie weten vindt Uraya dat echt super leuk. Want ik kan hier lekker hard rennen. En gewoon het bos vindt heel erg leuk. En buitengeetjes. Ik ga samen nog met iemand anders. Dus dan zien jullie ook op beeld zien. En ja, ik heb er echt mega veel zin in. Hier staan de paardjes al klaar. En oh nee, wat heb je nou gedaan? Heb jij gepoept? Nou, no. Kon je dat niet even inhouden? Nou, oké, dan ga ik het wel weer opruimen. Nou, Uraya en ik zijn er helemaal klaar voor. Ik heb ook mijn GoPro mee. Dus jullie gaan ook beelden krijgen van in de duinen. En dat we gaan, ja, kaart gaan rennen. En waarschijnlijk ook het bos dat heel mooi is. Dus vanaf nu gaan we overschakelen naar de GoPro. Staat die trouwens wel recht? Volgens mij staat die een beetje scheef. Oké, ja, moet wel recht staan. Anders zou het een beetje raar zijn. Maar goed, wij hebben er heel veel zin in. Ik denk dat Uraya het al een beetje door heeft. En dan gaan we beginnen. Wow. We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. So, yeah. We were young and drunk in love. Yeah, goed zo. Oh, en al. Goed zo, Uraya. Oh, maar goed zo, jongen. Every glass I'm drinking. Jij doet het vaker, voor mij is het 2 jaar geleden. Ja, ja. Oké. Oh, I got you, there's no reason to. Chasing pavement on my own. Cause you're here to stay every night and day. I'm delighted cause I got you. Oh, joh. Oh, dat was spannend. Goed gedaan, jongen. Nog een keer! Oh, dat gaat hard! Ja, ja, het gaat zo hard. Maar je kan hem heel makkelijk besturen, hij luistert heel goed. Dus gewoon, je bent zelf even helemaal overdonderd van wow, wat gaat dat hard. Oké, daar komen we! I got you, there's no reason to. Chasing payment on my own. Cause you're here to stay every night and day. I'm delighted cause I got you. Ik ben zo blij dat ik het op film heb. Keurig, goed zo. Nee, wacht, je hoeft niet mee te rennen. Oh, ga je plassen. Lekker in het zonnetje plassen. Hey, hallo. Ik zit ook nog op je rug, hoef er niet af. Oh, keurig, nog meer keurig. Oh, ben je toch een braaf paard. Geen gapen? Ja, geen gapen, 1, 2. Ja, nee, oh, toch niet. 1, 2. Ja! Nee, ja. Hey, was leuk hè? Ja, je hebt even een zweetdekentje op. Want hij was namelijk een beetje nog bezweet. Beetje opdrogen, geef ik je zo even wat lekker eten. En moet ik even de spullen opruimen, want ik heb er wel weer een bende van gemaakt. Het was echt zo'n gave buitenrit. Echt mega gaaf. Hartstikke koud, maar nou wel een beetje opgedroogd. Kijk je ook nog, Ja!
Hoi allemaal, het is nu maandag en de buitenrit die ik met Uraya had op zaterdag was echt mega mooi. En jullie hadden het wel een beetje op de beelden kunnen zien. Nou, al dat wit en dat race, het was echt zo leuk. We gaan zeker vaker een buitenrit maken, want Uraya vindt het ook heel erg leuk. Hij genoot er echt van en liep zo ontspannen. Ik had alleen mijn GoPro iets te laag afgesteld, waardoor je iets te veel Uraya's oren zag en iets te weinig van de omgeving. Dus die moet ik de volgende keer even anders neerzetten. Maar goed, waar ik jullie nu een update over wil geven is mijn eenhoorn. Of nou ja, mijn paard. En we zijn nou dus een paar dagen verder en dit is hoe dit er nu uitziet. Hij is volgens mij nog wel ietsjes gekrompen. Hij is ietsjes dunner geworden. Kijk Bunny, we hebben een nieuwe bewoner in ons huis. Wat vind je daarvan? Oh, waar ruikt dat naar? Nee, 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 je moet hem niet opeten hoor. Nee, nee, niet mijn eenhoorn opeten, Bunny. Hij wil hem ook gelijk vermoorden. Nee, kijk, hij is toch mooi? Nou, laat zeker even in de reacties weten ja, wat ik met mijn volgende dino-ei moet doen. Want ik heb dus nog zo'n, ja, dino-paarden-ei. En voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie dit echt een hele leuke video vonden. En als dat zo was, doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet ook niet om te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En ja, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei doei!